Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Zoals je in de weekvlog van vorige week hebt kunnen zien, zijn we nog steeds op Sicilië. En we zijn op dit moment in de stad Palermo. Dat is ook waar wij een paar dagen geleden zijn geland met het vliegveld. En het was ongeveer een uurtje rijden van het resort hier naartoe. En we zijn gewoon gezellig aan het rondlopen, de stad aan het bezoeken en bekijken. Het ziet er echt super mooi uit. En we hebben nu even een uurtje de tijd om vrij rond te lopen. Dus we gaan nog even wat andere straatjes bekijken. En dan gaan we straks lekker lunchen met de hele groep. Deze is voor Marshall. Zullen we meenemen? Ja. Oh, je hebt ook in het zwart. Dit is hier Nando's koffie, maar jullie kunnen het laten weten. Lijkt het misschien op een ander logo? En dit? Het doet me een beetje aan een ander koffiemerk denken. You tell me. Ik weet je hoor, dit. Nou, we zijn weer in de hotelkamer en we hebben vanmiddag heel lekker geluncht nog even in Palermo. Het was echt ontzettend veel trouwens, voelde echt op een gegeven moment eventjes als diner. Maar dat moeten we dus nog doen, we moeten nog een avond eten. En nou ja, het is buiten op dit moment echt ja, aan het stormen eigenlijk. Het waait heel hard, het regent ontzettend hard. Kijken of je dat kan zien op een of andere manier. Hij focust op ons spiegelbeeld. Oh. Het is heel stil daar. Nou, het is op dit moment een beetje rustig, maar net als het echt keihard aan het waaien, keihard aan het regenen. En je ziet, ja, je kan het niet zien op de vlogcamera, maar de zee is echt wild daarachter. Want het is gewoon aan het stormen. Dus ik ga weer even naar binnen voordat er weer zo'n windstoot komt. Maar goed, we hebben op dit moment wat vrije ruimte. Dus we waren even wat YouTube video's aan het kijken. Ik ga straks ook even douchen. En dan gaan we over 2 uurtjes of zo, als het droog is, even kijken of we nog wat kunnen eten bij het buffet. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en het is nu lekker vroeg in de ochtend. Ik moet zeggen, het ruikt heel erg lekker hier, hè? Een hout of zo. Het zonnetje schijnt ook heerlijk en we zijn nu onderweg naar de ontbijtzaal om eventjes te ontbijten. We hebben later vandaag trouwens een cooking class waar we heel veel zin in hebben. Dus ja, ben benieuwd wat we gaan maken. Gisteravond na het avondeten hebben we nog een potje Jeu de Boel gespeeld met andere mensen uit de groep. Was echt super leuk. Mijn team heeft gewonnen. En Tara is tweede geworden volgens mij. En daarna zijn we ook nog even naar de bar gegaan. En volgens mij elke avond is het daar echt een enorm feest. En het was echt hilarisch. Dus ik heb ook nog even wat beelden gefilmd. Die zou ik wel even hier overheen doen. Dus dat was super leuk. En daarna zijn we gewoon lekker naar bed gegaan. Dus vandaar dat we vandaag weer lekker vroeg op zijn. We beginnen de dag goed met een eitje, wat vers fruit, een gezond sapje. En ja, ieder trouwens, want je hebt een oranje. En dan hopelijk straks ook nog een kop koffie. Mm-hmm. Is smakelijk. Zo, we zijn nu bezig met de kookles. Hierachter wordt pasta gemaakt. En dat zijn we dus ook aan het leren. Maris en ik zijn nu onderweg naar de Eden Bar. En die zit ergens aan de linkerkant van het resort. We willen er even een mooi fotootje schieten. En ja, we zijn er nog niet geweest. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. En dit is het uitzicht vanaf hier. Dus dat is wel echt super mooi. Nou, dit is wel een hele mooie bar. En dan nog een zwembad. En dit zou een natuurlijk zwembad zijn. Dus met gewoon natuurwater, zeg maar. En je mag er nog niet in, want hij is nog niet helemaal ready. Want dat ecosysteem moet nog bevorderd worden of iets dergelijks. Maar het is wel heel mooi. Het is een soort van infinity pool. Kijk nou hoe ontzettend mooi dit is. Oh, ik zou zo graag er al in willen, maar dat mag dus nog niet. En dit is dus natuurlijk water. Dat loopt dan zo over in de zee. En alles is zo ontzettend blauw. I love it. Zo, het is inmiddels 6:30 en we hebben deze middag echt super lekker buiten gechilled. Gewoon lekker in het zonnetje. Eventjes die laatste zonnestraaltjes meepakken voordat we weer naar het koude Nederland gaan. We hebben straks een wine tasting hier op het resort. Super leuk. Tweede wine tasting trouwens in deze trip. En daarna gaan we lekker eten. We zijn nu bij een heel mooi plein aangekomen en we gaan hier bij dit restaurant naar binnen. Ik ga het niet proberen uit te spreken. Ja, ik heb er zin in. Zo,
Zo, het is inmiddels weer avond en ik lig weer in bed. We hebben vandaag een wijnproeverij gehad en we zijn daarna uit eten gegaan, wat heel erg gezellig was. Het was één grote chaos, dus we hebben er niet heel erg overdreven gevlogd, want dat zou je toch niet kunnen verstaan door de pianomuziek. En dit was alweer ons laatste dagje hier in Sicilië. Dus we gaan nu lekker slapen en dan morgen nog eventjes lekker ontbijten en dan maken we ons alweer klaar voor vertrek. Dus wel te rusten. Goedemorgen. Het is de volgende dag weer hier in Sicilië en alweer de laatste dag trouwens. Larissa en ik zijn de ochtend goed begonnen. Ik ben wezen zwemmen en Larissa is wezen hardlopen. Sarah is een zwemworkout aan het doen. Ze trekt hele baantjes en het is best een groot zwembad. Dus dat is echt wel heel chill. Ik heb nog twee andere mensen mee. Ik heb hier zelf mijn renschoenen aan en misschien hoor je het een beetje aan mijn stem, maar ik ben al best wel buiten adem. Maar we zijn goed bezig daar. Ja, ja. Auw. Oh, dat was mijn knie. Zet hem nog even op. Ik ben nu hier aangekomen. Dit is om de hoek van ons huisje. Het water is een stuk rustiger vandaag, zoals je kan zien. En ik wil nog eventjes een sprintje naar boven trekken. En dan weer terug in het huisje om te douchen. Ik ben helemaal kapot. Ik zie er overigens ook echt niet uit. Maar... ik doe het altijd in zo'n super lelijk knotje, omdat het anders heel erg gaat trekken aan mijn hoofd. Ik heb even een glas citroenwater gepakt bij het barretje, wat wel echt super chill is. Die zit daarachter. Ah, dit is dan wel echt de perfecte plek om helemaal buiten adem te zijn, denk ik. Oh, de shine op mijn hoofd. Ik doe me snel maar weer uit. Nou, ik heb net gedoucht. Ik heb een hele hoge poef, zodat ik hoop dat mijn haar een beetje met volume opdracht. En ik verneem het later wel. Er is dus de make-up aan het doen. En we waren ook al bezig met inpakken, want we gaan ontbijten. En daarna is het gewoon tijd om te gaan. Dus we gaan straks eventjes naar zo'n plekje waar je wel echt lekker kan ontbijten. Ik heb al iets gezien met avocado en ei wat ik wil bestellen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik wacht even tot Larissa klaar is. En dan, ja, dan is het alweer tijd om afscheid te nemen. Ik moet zeggen, ik ga dit plekje wel missen, want ik vond het wel echt heel erg leuk. Zoals je ziet is het nu bewolkt trouwens. Maar het is alsnog wel een lekker temperatuurtje. En straks in Nederland is het weer heel erg koud. Tenminste, we kregen allemaal berichten dat het ontzettend koud is in Nederland. Dus daar kijk ik niet naar uit. Maar goed, het is ook niet iets wat we kunnen vermijden. Dus hoort er een beetje bij. We hebben net lekker ontbeten en... volgens mij ben ik het hele ontbijt vergeten te vloggen. Sorry ervoor, het was wel lekker. En we lopen nu buiten en we zien ineens deze pompoenen staan. Want het is vandaag Halloween. Dus ik vind het wel heel erg schattig. We hebben even een boemerangetje gemaakt. En dan gaan we nu naar de kamer. Om eventjes de laatste dingen dus in te pakken en dergelijke. We hebben best wel een lange rit voor de boeg. Want we moeten één keer overstappen. We moeten om 12 uur verzamelen. Maar we zijn pas om een uur of half negen denk ik weer op Schiphol. Zie ik nou goed? Heb je Nou, het regent buiten, jongens. Dus het ziet eruit als een goede dag om weg te gaan. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en zoals je ziet zit ik weer in mijn huiskamer. Onze excuses dat we gisteren de vlog niet echt goed hebben afgemaakt eigenlijk, of de dag van gisteren, want het was echt chaos. We hebben gisteren, hadden we één tussenstop, dus we stopten op Rome. En toen hadden we 3 kwartier in principe om over te stappen, maar het vliegtuig had 40 minuten vertraging. En we moesten nog met een busje naar het vliegtuig. En toen echt gewoon rennen. Echt, we kwamen helemaal bezweet dat vliegtuig aan. En we waren echt nog nippertje op tijd. En we hadden geluk dat het andere vlucht ook 10 minuten later vertrok of zo. Dus nou ja, uiteindelijk zijn we ook maar ietsjes later in Nederland aangekomen. En toen kwamen we erachter dat onze koffers niet goed waren meegekomen. Dus die hebben we op dit moment nog niet. We hebben onze gegevens ingevuld en die worden... als het goed is, vandaag wordt mijn koffer thuis bezorgd. Dus het komt allemaal wel goed. Maar het was zo'n groot chaos dat we de vlogcamera niet bij hadden gepakt. Want we waren gewoon aan het rennen. En daarna was ik het eerlijk gezegd vergeten. En was ik gewoon heel blij dat ik op de vlucht zat. Ik loop inmiddels in Amsterdam samen met Larissa. We hebben allebei onze teddyjas aangetrokken. Ik heb de lichtroze en Larissa een bruine.
Ja, het is uiteindelijk toch wel een beetje te warm. Ja, het is helemaal niet, het is helemaal niet zo heel koud. Echt, de warmte meegenomen, jongens. En we zijn nu onderweg naar het event van Dyson. We zijn iets te laat, omdat onze koffer precies aankwam op het moment dat we wilden vertrekken van huis. Maar dat betekent dus wel dat onze koffer in goede orde is ontvangen thuis. Dus we hebben al onze spulletjes weer. Dus dat is heel prettig. Dus ja, we gaan nu even kijken waar we heen moeten. En dan zien we het straks alweer verder. Nou, de presentatie is voorbij en achter de ruimte is nu een hele ruimte ingericht met al deze accessoires en toestellen. Geen idee of je me kan horen. En we gaan even zelf de airwrap uitproberen. Want we zijn heel erg benieuwd hoe het nou echt werkt. En Tara gaat de haar proberen te krullen. Oh, dat ging best wel makkelijk. Zo, het is weer avond en ik ben inmiddels weer thuis. Het is vandaag koopavond, dus Larissa en ik zijn nog heel eventjes de stad ingedoken. Om een beetje te kijken wat er allemaal is bij, ja, bij de winkels. Maar we zijn niet geslaagd of iets dergelijks. En Larissa kreeg heel erg hoofdpijn, dus we hebben besloten om gewoon naar huis te gaan. En ik ben op dit moment aan het koken. Ik had zin om aan het eten te gaan. Maar het regende ook buiten en mijn vriend had echt geen zin om de deur uit te gaan. Dus we dachten, we doen het gewoon een beetje thuis. Dus we hebben net even een stoofbroodje met kruidenboter gegeten. Ik ben nu pasta carbonara aan het maken, daar had ik heel veel zin in. En dan heb ik ook nog tiramisu als toetje. Het event waar we vanmiddag waren geweest was heel erg leuk. We hebben een heel interessant product gelanceerd. En nou ja, daarna begon het dus te regenen zoals je zag. Dus het is wel echt lekker herfstig weer. Ik heb wat kaarsjes aangestoken. Ik denk dat ik straks even een serietje aan ga doen. En dan lekker op de bank gehangen. Oh my god. Ik heb net de pepermolen bijgevuld. En nu valt die gewoon uit elkaar. Ik ga even kijken of ik dit eruit kan krijgen. Zo, eten is klaar. Dit is de pasta carbonara geworden. En ondertussen zijn we Expeditie Robinson aan het kijken. Ik ben wel heel erg benieuwd wie dit nog meer kijkt. Dus laat eventjes een reactie achter als je dit ook kijkt. Hi, het is alweer vrijdag, joh. De tijd vliegt echt voorbij. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik weet niet hoe deze weekvlog in elkaar zit. Of die ook voorbij vliegt. Maar het is gewoon ineens al bijna weekend. En ik moet zeggen, het is een hele mooie dag. Als je kijkt naar gisteren met al die regen, dan... ja, dan klopt het wel wat ze zeggen. Na regen komt zonneschijn. Als het goed is, blijft het weer ook nog wel een weekje of zo, hè? Dus dat vind ik al heel erg lekker, want ik krijg er altijd veel energie door. Ik was vandaag een beetje bezig met wat mailtjes beantwoorden, mijn koffer uitpakken. Ik had hem gisteren laten liggen toen hij was aangekomen, maar vond het wel tijd om hem echt even volledig uit te pakken. Ik vind het altijd heel irritant om te doen. Ik laat hem ook soms wel echt gewoon een week, als het niet langer is, liggen. Maar ik heb hem nu echt volledig uitgepakt. En heb al een wasje gedraaid. Heb wat schoenen ingespoten omdat ik gisteren in de regen liep en dacht, oh my god, ik moet dat nog doen. En ik vind dat wel belangrijk om mijn schoenen zeg maar goed te beschermen. Dus nou ja, ik ga nu even verder met de hele mailbox door. Want we lopen een klein beetje achter omdat we, ja, als je op persreis bent geweest, dan check je wel de mail. Maar kom er toch alsnog niet helemaal heel goed aan toe. Dus er liggen er wat op de stapel. En ja, daarnaast ga ik alvast editen ook. Zodat ik niet ineens ja, op de zaterdag vet veel moet doen. Dus ik wil heel eventjes gewoon knallen. En ja. Dus dat is een beetje mijn planning voor vandaag. Ik hoop dat ik een beetje bij tijd klaar ben. En dan wil ik denk ik aan het einde van de middag gaan sporten. En ik wil eigenlijk even kijken of Larissa mee wil. Maar ik moet heel even kijken hoe ik me voel. Ik zit heel beneden hoor. Want ik weet niet hoe ik heb geslapen. Maar als ik naar rechts kijk, dan krijg ik ineens een pijnscheut in mijn rug. Dus ik weet niet... ik weet niet waar het door komt. Nou, ik kijk wel even waar de dag me brengt. Dan ga ik nu heel eventjes verder. Hallo iedereen, het is alweer iets over 5. En ik moet eerlijk toegeven dat ik de hele dag vandaag niet heb gevlogd. En dat vind ik best wel erg, want het was echt gewoon heel erg het idee om gewoon dat wel constant vol te houden. Maar ik was vandaag best wel moe of iets dergelijks. En ik had ook niet echt heel erg wat te vertellen in de vlog, want ik heb gewoon best wel wat dingetjes gewoon op de laptop gedaan en gewoon thuis afgewerkt. En ik heb daarachter gezeten, achter die doos. Een beetje in zo'n hoekje. Dus het is niet dat ik niks heb gedaan, maar ik had gewoon meer iets van ik heb niet zo heel veel te vertellen deze keer. Maar het is nu vrijdag. Het weekend is eigenlijk nu wel begonnen. Ik weet niet of dat om 5 uur begint of om 6 uur. Maar ik heb net mijn weekly snaps afgemaakt. Dus dan vind ik het op zich wel tijd om het weekend te starten. En de zon is nu momenteel onderaan het gaan. Het is echt een super mooi gezicht. Hij zat net daar achter die wolken. Dus nu zie je hem eventjes niet heel goed. En dan zie je heel mooi die ja, lijnen eromheen. En die vogeltjes vliegen daar.
Ik heb hier echt altijd hele mooie zonsondergangen. Ik heb vanavond afgesproken met mijn vriendinnen Giovanna en Mirna. Om 8 uur, we gaan even in de stad wat drinken. Maar ik had wel eens eerder gezegd dat zij niet heel erg graag houden van om op de camera te komen. En ik ga dus niet zeg maar zomaar hun in beeld brengen. Want dan beginnen ze echt een keer zo stil te staan. En dan weten ze echt niet meer wat ze moeten doen en dergelijke. Maar mocht ik nog wel iets kunnen filmen van de drankjes tussendoor. Ik weet niet eens waar we eigenlijk naartoe gaan. Dan zal ik dat wel eventjes filmen nog. Verder heb ik nog niet heel erg een idee wat het weekend gaat brengen. Wat we gaan doen. Ik ga in ieder geval wat gezelligs doen met mijn vriend. Want vorig weekend waren wij natuurlijk niet bij onze vriendjes thuis. Dus ik vind het heel erg leuk om weer een weekend met hem door te brengen. Dit is de outfit voor vandaag. Lekker comfy, maar ik denk dat ik hem gewoon vanavond ook gewoon uit of aanhoud wanneer ik de deur uit ga. Ik heb hier een... het is een hele lichte beige kleur. Ik vind hem echt super mooi. Het is een trui van vorig jaar van de H&M met deze vogels erop. En ik droeg hem eigenlijk altijd met een jeans. Want dat vond ik heel erg mooi terugkomen hierin. Maar ik heb hem nu voor het eerst aan met mijn panterbroek. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Want het matcht een beetje met de lichtere stukjes in deze panterflare. Dus deze is wel heel erg lekker erbij. Hij is wel echt super lang. Ik moet hem eigenlijk iets korter maken. Dus ik denk dat ik gewoon mijn platform Dr. Martens eronder ga dragen. Dus dan is dit de look voor vandaag. Zo, het is inmiddels avond zoals je kunt zien. Het is iets over 6:30. En ik heb net met Larissa gebeld. Want zij is klaar met haar artikel. Ik ben zo ver mogelijk klaar met het editen van mijn video. Dus we konden allebei gaan sporten. En dat wilde ze gelukkig ook. En het kon nog net voor haar eigen afspraak. Dus dat is top. Ik heb even in vogelvlucht mijn kleding aangetrokken. En vlieg nu op de fiets. En dan gaan we gewoon even fitnessen. Geen lesje of iets. Dus ja, ik denk dat het goed is. Want ik heb de hele tijd nog steeds, als ik naar rechts kijk, dat het pijn doet. Dus ik moet eventjes mijn lichaam opwarmen. Want ik zit al de hele dag stil. En dat is gewoon niet goed voor spieren. Dus laten we gaan. Nou, we zijn klaar met sporten. Ik heb in ieder geval alweer kleding aan. Want ik heb zo meteen met mijn vriendinnen afgesproken. Maar Tara, die heeft nog even wat anders aangedaan. Want die zit... in de sauna. Ja hoor. Zo zit ze er normaal echt niet bij, jongens. Ze doet ze echt gewoon puur voor de video. Maar wel heel erg leuk om te zien. Is het lekker daar? Ja, het is lekker warm. Topper. Het werkt goed tegen de winter. Oh ja, nice. Nou, geniet ervan. Dankjewel. En ik ga lekker naar huis. Nou, ik ben weer helemaal gedoucht. Ik ben wat langer gebleven dan Larissa, want ik heb echt best wel lang in die sauna gezeten. Ik wilde er echt niet meer uit. Het was zo ontzettend lekker. En daarna heb ik dan even door de kou gefietst en dat is ook super lekker. En nu ben ik gedoucht en ben ik helemaal klaar om te cocoonen. Want de enige afspraak die ik vandaag zou hebben, die ging niet door. En ik heb ook geen nieuwe gemaakt. Ik vind het eigenlijk wel lekker om even thuis te blijven. Omdat we natuurlijk al de hele tijd van huis zijn geweest. Vrienden heeft wel afgesproken met vrienden. Dus ik heb het rijk alleen, vind ik best wel lekker. En ik heb besloten om alle restjes in het huis op te maken. Dat klinkt niet zo spannend, maar goed, is wel lekker. Er was nog een halve kip over namelijk, die heb ik in de oven gegooid. En ik heb net broccoli soep gemaakt en ik heb er van alles in gegooid. Vooral heel veel knoflook, zelfs nog garnalensambal. Daar ben ik echt super fan van. En wat heb ik nou nog meer? Wat room, een parmezaanse kaas en bos ui. En ik moet zeggen dat ik hem wel best lekker vind. Ja, hij is wel echt heel erg nice. Kijk, hij is ook heel dik, net als een pompoensoep. Soms vind ik broccoli soep best wel waterig, maar deze is wel echt heel erg lekker. Ik ben de nieuwe video van James Charles aan het kijken. Ik ben echt zo fan van deze jongen. I love it! Echt niet normaal hoeveel video's ik van hem heb lopen binge-watchen de afgelopen tijd. Echt niet normaal. Ik vind hem zo leuk. Ik ben niet heel snel een fangirl, maar ik ben helemaal... Ik ben een sister. En ik ga trouwens deze ook opruimen, want ik heb hem wel leeg gemaakt. Maar ik moet hem nog boven in mijn kast zien te douwen. Dan moet ik op een krukje staan. Het is best wel irritant, omdat eigenlijk alle inhoud van mijn kast naar beneden valt. Maar ik keek net rond in de woonkamer en toen dacht ik, ja, ik kan niet mijn koffer uitpakken. En dan die koffer alsnog weer een week laten staan. Dus dat ga ik nu even doen en dan ga ik chillen. Goedemorgen iedereen, het is vandaag zaterdag en ik heb net mijn gezicht gewassen. Vandaar dat ik misschien nog een beetje rood uitzie. Wat ik net heb gedaan is even mijn wenkbrauwen wat
strakker gemaakt. Dus ik heb hier zeg maar die haartjes die erboven zitten. En hier in het midden heb ik weggehaald. En Tara had me namelijk een keer een tip gegeven. Dat je gewoon van deze waxstrips moet shoppen. Gewoon bij de Actions. En deze heb je zo'n heel pak met heel veel van dit soort dingetjes. En die kan je gewoon in kleinere stukjes maken. Dus meestal doe ik dit. En dan ook nog een keer door de helft. Dus dan zijn ze echt heel erg smal. En daar heb ik nu mijn wenkbrauw een beetje mee netter gemaakt. Het ziet er wel goed uit. Dus ik ga me nu even snel helemaal verder make-uppen, aankleden. En dan gaan mijn vriend en ik straks... Ik weet niet zo goed waar we naartoe gaan, maar we hebben zin om eventjes de deur uit te gaan. Want het is lekker zonnig vandaag. Ik laat zo meteen wel zien waar we heen gaan. Zo, make-up zit erop. Het enige nadeel wat ik echt altijd heb als ik dit doe, is dat ik nog hier van die plakkerige restjes heb. Want ja, ik heb ook een beetje mijn mini-mustache geharst. Ik heb nog hier van die plakkerige stukjes en er gaan nu allemaal stofjes op zitten. Dus dat zijn nu een soort van donkere plekjes. Maar verder is het wel heel erg fijn als je wenkbrauw weer gedaan hebt. Dan maakt het net wat makkelijker om ze in te kleuren. We staan nu in de Flying Tiger bij de kerstafdeling. En ik zag deze die ik wel echt heel leuk vind. Deze is 2 euro. Deze cactus, super cute. Deze vind ik ook echt heerlijk fout. Kijk dan. Of deze met een rokje aan. Echt zo leuk. Oh, deze. Of deze. Oh my god, ik heb echt alles. Ze zijn ongeveer allemaal 2 euro per stuk. Oh, super leuk. Maar ik zit er aan te denken om alvast deze mee te nemen. Zodat ik er niet naast grijp. Heel erg leuk wat ze allemaal hebben. We hebben hier allemaal unicorn dingen. En deze dan, het heet een dik knuffeldier. Zo, ik ben er ook nog, jongens. Ik moet zeggen, ik heb overdag echt helemaal niks gedaan. Want daar is het echt gewoon zaterdag voor. Ik heb pogingen gedaan om op te ruimen. Maar ik kan niet zeggen dat het echt succesvol is. Maar dat maakt het niet uit. Dat komt allemaal later wel. Ik heb hier nog de pompoentjes neergezet. Want ik vind het toch net iets sfeervoller staan dan zo in het hoekje. Alleen deze is nu heel erg random zo in zijn eentje. Maar ja... Daar verzin ik wel wat op. En dit is trouwens een babykaartje. Die ik binnen heb gekregen. Omdat een van mijn beste vrienden die heeft een kindje gekregen. En ja, ik vind dat echt super leuk. Dus die ga ik binnenkort ga ik ze natuurlijk even opzoeken. Want ik kan niet wachten om die kleine te zien. Dat is trouwens al de tweede baby in onze vriendengroep. Dus ik vind het wel grappig om te zien dat de ene helft nog lekker aan het feesten is. En de andere helft is aan het settelen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie vriendssituatie is. Of jullie vrienden allemaal jong zijn of allemaal wat ouder. Laat even weten in de reacties. En ik ben op dit moment aan het wachten op Jen. Jen kennen jullie waarschijnlijk wel, want ik heb ook een piercing video met haar online gezet. En dat is mijn beste vriendinnetje. We gaan even een theetje drinken, nog voordat we naar een ander vriendinnetje gaan waar we lekker gaan eten en spelletjes spelen. Maar we waren allebei al lekker vroeg aangekleed en klaar. Oh, ik zie er al uit de auto komen. Dus ik zie jullie zo weer. Hallo Jen! We zitten al een tijdje te kletsen hier met een theetje. En we hebben het nu net eigenlijk over de zomer en de wintertijd. En over wat? Dat ik zei, je bent veel gelukkiger als je puur alleen op de zon leeft. Ja. Dan heb je geen wekker nodig. Mee eens. Helemaal mee eens. En we zijn twinning. Ja. En ineens bevind ik me in de Bershka en ik heb allemaal leuke dingen gevonden. Ruitjes, jeans, en een hele felle rode trui. Dus dat is een beetje het thema waar ik nu heel erg blijkbaar geïnteresseerd in ben. Dus ik ga ze even snel aanpassen en wie weet zit er wat tussen. Dit is de allereerste broek. Ik vind hem niet echt wat doen voor mijn figuur. Ik vind hem wel heel erg grappig en leuk, maar dit is net iets te groot of zo. En ik zit een beetje tussen de maat in, want hier zit hij super strak. En hier zit hij weer te wijd. En dit is een van de jeans. Het is een high-waisted skinny jeans. En ik vind de wassing heel erg mooi dat het zo vuil is gemaakt. Het gat zit eigenlijk zelfs ook nog op de goede plek, wat echt een wonder is. Maar verder vind ik hem gewoon niet heel erg bijzonder. En hij zit hier veel te los aan de bovenkant. En dit is een andere jeans. Dit model heet Skater. En ja, hij is wel echt heel erg skater. Je krijgt ook deze ketting erbij. Deze sluit wel echt heel erg mooi aan. Zit ook echt super lekker. Maar ja, ook dit doet weer echt helemaal niks voor mijn lichaam. En ook over deze items twijfel. Ik vind de truikleur wel echt super cool. Volgens mij is het precies zoals jullie zien op camera dat hij ook in het echt is. Dus best wel fel. En dit is de broek. Het is zo'n super fijne pantalon met van dat elastiek aan de achterkant. Wat ik niet heel erg mooi vind, maar het zit wel heel erg lekker. Ja, ik denk toch niet dat het helemaal mij is of zo. Wat denken jullie?
Nou, ik ben nu net aangekomen bij Sarah, hier op de achtergrond, en Thijs. En ze hebben een visdinertje al georganiseerd, maar ik moet zeggen, het is wel een stuk sfeervoller dan ik dacht. Het voelt daar, zeg maar, nog beter. Het voelt een beetje als kerst. Ik zal het licht even uitdoen. En dan zie je hier een hele tafel helemaal mooi opgedekt. Het lijkt gewoon echt op kerst. Moet je kijken hoe lekker. Zien hier, is het sashimi of niet? Ja. Oh, super lekker. Dan rivierkreeftjes, denk ik, kokkies. Rivierkreeftjes, gewoon kreeft. Oh my god. En oester, super lekker. Ja, dit wordt echt super lekker eten. Dank jullie wel. Nou jongens, we gaan een oestertje klappen. Cheers. Cheers. Ah, oh, heel was. Ja. Lekker. Heerlijk, jongen dan. Lekker zacht gesneden. Ja, heel zacht, ja. Zacht en ziltig. Zacht. Hey, kleinie. Hallo. Gezacht. Het is inmiddels de volgende dag. Gisteren toen we terugkwamen uit Arnhem was het al heel erg donker geworden. En dan heb ik niet zo heel erg goed licht om te filmen. Dus ik dacht, ik wacht gewoon even tot de volgende dag. Om jullie nog even een paar dingen te laten zien die ik gisteren heb geshopt. Zoals ik al had laten zien was ik dus in de Flying Tiger. En daar had ik hele leuke kerstballen gezien. En ik vond het nog lastig om te kiezen. Maar ben uiteindelijk toch voor mijn eerste keuze gegaan. En dat is deze. Ik vond het gewoon heel erg leuk dat die roze is. Maar volgens mij past dat wel een beetje bij de vibe die ik vorig jaar ook had. Want ik had zo'n hele leuke holographic slingers. Dus daar past deze wel heel erg goed bij. Toen ben ik nog even naar Hema gegaan. Want daar had ik een hele leuke plakbandautomaat gezien. Klinkt helemaal niet spannend. Maar ik heb nu echt zo'n verrotte ding. Die elke keer als ik een plakbandje eruit haal. Dan valt die uit elkaar, zeg maar. Dus ik heb deze gezien. Want die vond ik echt onwijs tof. Ik heb hem in het goud. En je hebt hem ook nog in het mint kleur. Ik zag hier op het kaartje ook staan dat drie mensen hun Instagram, denk ik, handles op hebben gezet. Misschien is de bedoeling dat wij hun gaan volgen. Hier staan ze. Mocht je dat willen doen, het is @somsterthings, @imfuckingready en @tikkagarthof. Nou jongens, jullie hebben bij deze je shout-out gekregen. Ik neem aan dat dat is wat je hiermee bedoelde. En ik ben heel erg blij met deze. Een hele goede morgen. Gisteren was het echt super gezellig. Sarah en Thijs hadden echt een gigantisch visdiner dus gemaakt. En het was echt zo lekker allemaal. Niet normaal. Ik heb echt van genoten. We hebben het heel laat gemaakt ook nog. We hebben nog lang lopen borrelen. En het was gewoon echt super gezellig. Dus ik ben nu een beetje moe. Ik heb echt nog helemaal niks gedaan. Ik heb alleen op de bankje gezeten. Een beetje op internet gezeten. En ja, het is nu 1:00 PM. Maar als ik zo uit het raam kijk, is het eigenlijk echt heel mooi weer. Ik heb mijn blauwe lucht en alles. Dus ik zit eigenlijk te denken om me straks even op te frissen. En dan even kijken of ik de deur uit kan gaan of iets. Dus heel veel kijken wat ik met deze dag ga doen. Maar ja, ik denk dat ik wel de deur uit wil. Zo, ik heb mezelf opgemaakt en aangekleed. En ik ga straks de stad in. Want een vriendin van mij die geeft nu een dance workshop in de Tivoli. En dat is een Fortnite dans. Die bestaat dus allemaal van die danspasjes uit Fortnite. Dus dat vind ik wel heel erg grappig dat ze dat doet. En ik wilde gewoon even supporten door even langs te gaan. En het is natuurlijk gewoon gezellig. En dit heb ik aan trouwens. Even kijken hoor. Deze broek en de trui zijn van Primark geloof ik. Vorig jaar. Dit zijn vegan Dr. Martens trouwens. Die zijn heel erg zacht. Dus daar kan ik heel makkelijk op lopen. Dus dan ga ik nu even mijn jas aantrekken. En dan ga ik naar Jen toe. Zo, ik ben nu in de Tivoli. Jen is net klaar. Dus ik wacht even tot de volgende ronde. Ze zal wel schrikken als ik de camera op de zet. Want ze heeft het waarschijnlijk warm van dansen, maar kijk. Tivoli overdag. Kijk hoe mooi dit uitzicht is. Het is Utrecht ook mooi. Ja. Hallo. Zweet en rood. Ja, ik dacht al dat je het erg zou vinden. Sorry. Nou, Jen en ik zitten hier al een tijdje eventjes te kletsen. En ze is straks weer aan de beurt om een dansje te doen. Ja. En als het mag van Jen, dan ga ik een klein beetje filmen. Ja, mag. En een beetje meedoen. Nou, dat durf ik niet. Ja.
zo. Jen heeft net gedanst en ze deed het echt super goed. Ik heb haar nog nooit eigenlijk live een workshop zien geven. Maar ze is echt een natuurtalentje met die kids. Zag er zo tof uit. Dus we zijn echt heel erg trots op haar. Echt heel tof om te zien. En mocht je ooit een kinderfeestje of dansworkshop of zo willen doen, dan check dan zeker even de dansformule, want dat is haar bedrijfje. En ja, misschien is het ook wel leuk om iets van een kinderfeestje met Fortnite of zo te boeken. Dat kan ze allemaal voor je regelen. En dan gaan we nu even een theetje drinken. Hier beneden. Gezellig! Nou, het is inmiddels alweer wat later. Het is het einde van de middag en ik heb net even wat droogshampoo ingedaan. Vandaar dat mijn haar er echt crazy uitziet op dit moment. Maar wij gaan zo van huis weg, want we gaan naar een film, The Nutcracker. Die is vrij nieuw. Volgens mij is die best wel gewoon net in première gegaan. Hij draait hier in Utrecht. We gaan naar de Kinepolis. Dus daar heb ik heel veel zin in, want we gaan eigenlijk niet zo heel vaak naar de bioscoop hier. Ik heb hier echt een stapel met allemaal 3D-brillen. Ik ben eigenlijk niet zo heel erg fan van 3D-films, omdat ik dan een bril op moet. Maar we hebben hier twee verschillende soorten, dus in totaal 4 heb ik hier in mijn hand. Gewoon even om te kijken van welke ik straks lekkerder vind zitten. Of mocht zeg maar een van die brillen vervelend zitten, dan kan ik hem ruilen voor een andere variant. Super voorbereid wat dat betreft. Ik heb ook nog mijn eigen bril mee, want ik weet niet zeker of ik die nodig ga hebben. Ik heb wel een plekje expres wat meer vooraan gekozen, zodat mocht ik het zeg maar niet allemaal scherp kunnen lezen, dan krijg ik hoofdpijn van. En ik heb al een beetje hoofdpijn. Heb ik dus voor de zekerheid mijn bril mee. Maar ik weet niet of dat gaat werken in combinatie met die 3D-brillen. Anyways, ik heb er heel veel zin in. We gaan lekker ook popcorn nemen. Ik heb een beetje trek namelijk. En natuurlijk wat drankjes. Dus helemaal leuk. Ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga vinden. Maar ik zal het daarna even laten weten wat ik van de film vond. Hoe die was en of ik hem aanraad. Dus dat laat ik jullie laten weten. Maar ja, hij gaat beginnen over 20 minuten, dus we moeten echt even van huis. Zo, ik ben weer thuis van de film. Ik vond hem echt super leuk om te zien. Dus ik zou hem zeker aanraden om hem ook te gaan kijken. Mocht je daar nog een beetje twijfels over hebben. Ook zag ik in de voorstukjes dat er een hele toffe Mary Poppins Returns video film aankomt. En een film met tovenaars en perkamentes, maar niet met Harry Potter. Dat lijkt me in ieder geval ook heel erg leuk. En die komt ook in de maand november uit. Dus volgens mij komen er allemaal super mooie films uit de komende tijd. Dus lijkt me zeker leuk om nog een andere keer ook naar de film te gaan. Maar deze Nutcracker vond ik in ieder geval echt super leuke aanrader. Er speelt ook een heel lief muisje in voor. Dus gaan we zeker kijken. Ik ben nu uit eten met mijn vriend en we zitten bij Uncle Jim's. Dit is de hertenbiefstuk, zoete aardappelfriet, normale friet en een kippertje. Eet smakelijk. Ziet er goed uit. Zo, ik ben weer thuis en ik weet niet of ik het kan zien, maar mijn neus is een beetje rood. Mijn oor is rood. Het is super koud buiten. Het is volgens mij, ja, het zal niet aan het vriezen zijn, maar het is wel heel koud, vind ik. En ik had geen sjaal mee, maar goed. Ik heb super lekker gegeten net. Ik ben uit eten gegaan bij Uncle James met mijn vriend. En dan met een Albert Heijn restaurantactie voorhoofd. En nou, we vinden het altijd heel gezellig om dat te doen. Gewoon lekker lang tafelen en een beetje bijkletsen. En we hadden net echt zoiets van, wow, ik ben super moe. Ik kan echt mijn bed in. Maar het is pas 8 uur. Of nu waarschijnlijk inmiddels iets over 8. En ik zat te denken om heel even een serietje te kijken. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of ik het red, want ik ben echt moe. Dus ja. Nou, het was in ieder geval een hele gezellige zondag. En ik hoop ook een hele gezellige weekvlog voor jullie om te bekijken. Zo ja, geef me even een duimpje omhoog. En laat ook zeker even een reactie achter met wat je het leukst vond. Of gewoon wat je ook maar wilt. We lezen in ieder geval alle reacties ook. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. We willen in ieder geval elke zondag een weekvlog uploaden. En later ook nog een extra video op de woensdag doen. En we vinden het heel erg gezellig als jullie meekijken naar alle video's. Dus abonneer je nog even als je dat dus nog niet bent. En dan hoop ik jullie allemaal weer in de volgende weekvlog terug te zien. Doei!